Hi, welkom. Welkom bij deze video. In deze video ga ik je 3 tips geven hoe je snel betaald kan krijgen. Dit wordt een korte video dus. Laten we maar beginnen. Ik ga in deze video vertellen hoe je snel betaald kan krijgen als ZZP'ers of MKB'er. Dus het eerste punt. Allereerst is het belangrijk dat je gewoon automatisch inkassen hebt. Dat klinkt vanzelfsprekend voor MKB'ers. Meesten hebben dat. Meesten hebben dat helemaal niet. Maar als ZZP'er denk je van, dat is heel moeilijk. Dan kijk ik niet, hoe doe ik dat? Nou, het is heel simpel. Vraag je bank gewoon naar de mogelijkheden. En als je bank dat niet heeft, wat ik betwijfel, bepaalde financiële dienstinstellingen bieden die mogelijkheid aan waarbij je gewoon automatisch kan incasseren. Denk bijvoorbeeld aan Molly, Paid of andere dienstverlening. Maar het komt erop neer dat als je dit instelt, dan heb je toestemming van je klant nodig. Zolang die toestemming geeft, dan kan je gewoon automatisch het bedrag incasseren. Dat is tip nummer 1. Doe het ook, want hiermee voorkom je problemen als het gaat om op tijd te betalen. Want soms kan dat frustreren of soms kan het een relatie gewoon verstoren en dat weet je niet. Maar in ieder geval, gebruik die diensten en zorg ervoor dat je snel betaald krijgt. We gaan naar nummer 2. Kom bij punt 2. Vragen na aanbetaling. Ja, vragen na aanbetaling. Zo simpel is het. Vragen na aanbetaling. Oké, hoe doe ik dat? Nou, heel simpel. Vraag gewoon aanbetaling. Als jij voor de gemeente werkt of voor andere grote bedrijven, dan is het heel moeilijk om soms aanbetaling te vragen. Maar als ze jouw diensten nodig hebben, geloof mij, zij gaan het regelen. Want als jij aanbetaling nodig hebt, dan heb je aanbetaling nodig. Kijk, soms kom ik in de praktijk, dan zie ik dat mensen dat niet vragen. Dat is wel zo zonde. Kijk, als je per uur werkt en je weet niet hoeveel uren jou gaat kosten om iets te realiseren, dan vraag ik me af, ben jij wel de juiste persoon? Zo simpel is dat. Want kijk, als jij zoiets hebt meegemaakt of je hebt ervaring ermee, dan kan je aangeven hoeveel uren het ongeveer jou gaat kosten. Wat ik meestal doe is gewoon, kijk, als ik een opdracht zie, ik denk van, oké, dat gaat me 5 uurtje kosten, oké, dat gaat me 10 uurtje kosten. Dan vraag ik gewoon 3 uur aanbetaling. Of 7 uur aanbetaling. Bij 10 uur en de andere is bij 5 uur. Zo dat. Maar los van dat, zo vraag ik die aanbetaling. Zodat ik weet dat mensen gewoon aanbetaling hebben gedaan. Na die aanbetaling weet ik van, oké, ik moet mijn werk gewoon doen. En zo word je snel uitbetaald. Dus als ik jou vraag van, oké, hoeveel gaat het mij kosten? Kan je wel ongeveer aangeven hoeveel uurtjes het jou gaat kosten. Kijk, stel je voor, ik ben bezig met de opdracht. Ik heb aangegeven dat het gaat ongeveer 5 uurtjes kosten. Mensen hebben aanbetaling van 3 uurtjes gedaan. Als ik tegen 3 uurtjes kom, zeggen ze van, hey, ik heb gezegd 5 uurtjes. We zijn nu bij 3 uurtjes. Het kan zijn dat het meer wordt. Maar hou daar rekening mee. Zolang je dat kan blijven communiceren met je klant, dan vinden ze dat fijn. En heel veel mensen doen dat niet. En dat is best wel jammer. Want als je niet communiceert met de klant, op een gegeven moment gaat het mis. En dat verstoort je relatie. En dat zorgt ervoor dat je niet snel betaald krijgt. En dat weet je toch niet? Dus simpel, snel betaald krijgen, vragen aanbetaling. Wat ik tegenwoordig doe is gewoon alles vind je gewoon via mijn website. En mensen moeten gewoon aanbetalen of gewoon volledig bedrag betalen online. Zo simpel is het. Want het bedrag komt op de website van een bedrijf. En dat bedrijf houdt het vast totdat ik de opdracht heb verricht. En zo weet ik van oké, die klant heeft betaald. Ik moet gewoon mijn shit doen. Doe jij ook je shit? Zo simpel is het. Zorg gewoon dat je aanbetaling krijgt. Zo simpel is het. Maar goed, gaan we naar het derde punt. Herinnering, herinnering, herinnering. Ik zie mensen heel leuk. Ik zie opstand maken, factuur sturen. Maar vergeet de herinnering te sturen. Dat is best wel dom. Kijk, tegenwoordig heb je heel veel softwareprogramma's die je kan gebruiken. Waarbij je heel makkelijk een factuur kan opstellen en automatisch een herinnering sturen. Mijn vraag aan jou is, het is gratis, waarom maak je geen gebruik daarvan? Soms komt het voor dat de klanten bij het versturen van een factuur niet snel betaalt. Maar als je herinnering stuurt, dan betalen ze gelijk. En dat is de reden waarom ik zeg van, oké, stuur gewoon een herinnering. Heel simpel, stuur gewoon een herinnering. Als een factuurtermijn verloopt is, stuur gewoon een herinnering. Want zo weet je dat de klant betaalt en zo zorg je er ook voor dat je snel betaald krijgt. Kijk, als je een herinnering stuurt 30 dagen later, ja, gaat de klant wel of niet betalen. Dus met andere woorden, tip ik je wil geven, het is niet echt herinnering. Zorg er gewoon dat je een systeem hebt waarbij je gewoon automatisch herinnering stuurt als de factuur niet betaald is. Kijk, met de herinnering zorg je ervoor dat je de klant op de hoogte stelt van, hey, je moet nog een factuur betalen. Want het kan zo zijn dat je klant verschillende facturen open heeft staan dat hij jou vergeten is.
En als je herinneringen stuurt, dan weet de klant van jou, oh ja, dat moet ik betalen. En zo krijg je sneller uitbetaald. Dan dat je laat, 30 later de dag komt, hey, je hebt nog een factuur openstaan bij mij. Dus dat is de tip die ik je mee wil geven. Dus ik heb je 3 tips meegegeven. Hopelijk kan je deze 3 tips gebruiken om snel betaald te krijgen. Heb je vragen erover of wil je weten welke software het beste bij jou past bij je onderneming? Neem gerust contact met mij op. Tot een volgende video.